Maandagavond is in een woning aan de Erfgooiersdreef in Blaricum een overleden persoon aangetroffen. Volgens de politie gaat het waarschijnlijk om een noodlottig ongeval. Eerder werd rekening gehouden met alle scenario's. Maar vandaag wordt duidelijk dat de persoon vermoedelijk is overleden door een ongeluk, aldus de politie. De forensische opsporing heeft dat vastgesteld na urenlang onderzoek in het appartement.